De herdenking van 70 jaar Airborne is aan Ede niet onopgemerkt voorbij gegaan. We beginnen deze uitzending met kunstenaar Benjamin Koops, die in Cultura een panorama realiseerde over deze luchtlandingen. Mirjam Lelou maakt een cyclus over deze historische gebeurtenis en ook deze keer draagt ze daaruit een gedicht voor. Ten slotte hebben we een primeur. Een exclusief interview met Rob de Nijs over zijn binnenkort te verschijnen cd. Welkom bij Mooi Zo. 14 meter lang, met houtskool op papier getekend, dat is het panorama dat kunstenaar Benjamin Koops maakte van de landing van Britse parachutisten op de Ginkelse Hei op 18 september 1944. Hij heeft er slechts een maand aan gewerkt. Ja, dat klopt. Dit keer heb ik er 4 weken aan gewerkt. Ik werk ongeveer 3 weken aan een tekening van 10 meter. Daar ben ik nu achter, omdat dit een serie is. Dit is de 5e in een serie. En binnenkort begin ik hier op dezezelfde plek weer aan een nieuw panorama, ook weer van dezelfde lengte. Deze tekening, als ik het even zo mag noemen, mensen konden je live aan het werk zien. Heb je veel reacties gehad terwijl je aan het werk was? Ja, er kwamen echt heel veel mensen en nog opvallend veel mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ook echt oud-Edenaren. En het is toch heel erg leuk om ook tijdens het tekenen even af en toe nu mensen te spreken. En dan, ik kreeg heel veel complimenten, maar ook hele interessante verhalen. En dan leef je nog meer in eigenlijk in de geschiedenis door die verhalen. Je hebt live getekend zonder modellen, zonder iets, zeg maar. Het is eigenlijk gewoon uit het hoofd gegaan. Maar het is historisch erg accuraat. Met name die zender bijvoorbeeld, de uniformen. Ja, dat klopt. Eigenlijk de hele slag onderzocht van hoe zit het verhaal erachter. Daarna heb ik steeds beter me ingezoomd in de plek. Verschillende mensen afgegaan die er ook veel van wisten. Dat doet ook altijd heel goed. Zoals het platform Militaire Historie. En op een gegeven moment dan begin ik het steeds meer voor me te zien. Dan pas hang ik het papier op. En als het papier hangt en de horizon getekend is, dan pas ga ik me echt bedenken hoe het eruit gaat zien. Want het is ook vanuit een bepaalde plek getekend, zeg maar. Ik geloof bij de Sieselt ergens. Ja, het is tegen de bosrand van de Sieselt aan. En je kijkt tegen de oude Rijksweg, de N224. En je kijkt eigenlijk over de hele hei heen. En dat wisten die Schotten die op die dag daar al zaten. Die wisten dat. En daarom zaten ze op deze positie die hier achter mij te zien is. Ten slotte, je hebt heel veel reacties gehad, hè? Ja, dat klopt. En een hele mooie opening. Het doet toch wel veel met mensen, ook veel plaatselijke mensen, omdat dit gewoon hier heeft afgespeeld. Zoiets bijzonders. Dus echt heel leuk om te ervaren. En ik ga weer door naar de volgende. En ik probeer dat wel weer iets meer met een herdenking ook te doen. Dus dat is dan de Eerste Wereldoorlog. Op die helder koude, zonnige septemberdag overbulderden levenbarende monsters onverwacht de hei. Willoos werden wij achter elkaar de lucht ingeduwd. Ze spuwden ons als draadlange kluwens uit. Daardoor verloren wij wie wij eens waren. Ons bange karkas omsnoerd door strakke kabels. De wind hield ons op drijfhoogte vast. Wij maten de afstand die er nog toe deed. Het zand zag al gauw grauw van onze schaduw. Rob, nieuwe ruimte, je nieuwe cd. Hoe kom je aan die titel? Door een liedje wat geschreven is door Jan Rot, een tekst. En die heet Het Nieuwe Ruimte. Hij heette eerst Bont en Blauw, maar dat vonden we toch eigenlijk een beetje een negatieve titel voor het album. En ik zit zo naar die titel te kijken van dat stukje. Ik zeg, Nieuwe Ruimte, dat is het. Dat is de titel van het album. He, je kan op allerlei manieren uitleggen. Iedereen heeft zijn eigen gedachten bij wat is een nieuwe ruimte. En het is toch positief. Nieuwe ruimte betekent ook beter ademen kunnen. Voor alles. Nieuwe ruimte in je hoofd, nieuwe ruimte in je hart, nieuwe ruimte in je geloof, wat je dan ook wil geloven of niet wil geloven. Ja, dat is
Dat is eigenlijk het begin van de titel geweest. De nummers, heb je, door wie zijn die geschreven? Kun je daar iets over vertellen? De meeste zijn textueel geschreven door Jan Rot. En daarna komt Belinda, die weer drie stukken heeft geschreven. En Daniel Lohus, een geweldige bijdrage heeft aan het album met een stuk, met een hertaling, zeg maar, van Bob Dylan. Voor mij een van de meest spannende stukken die erop staan. En voor de rest, ja, de muziek natuurlijk. Heel belangrijk. Als je iets zingt, muziek misschien wel. Gelijk. Het moet een goed huwelijk zijn. Niet muziek is belangrijker of tekst is belangrijker. En die is geschreven door een heleboel verschillende mensen. Namelijk van Kuur Sang. Voor het eerst dat ze echt helemaal meedoen. En daar ben ik heel blij mee. Want dat had ik al eerder, wilde ik dat. Maar ja, dat moet maar net de tijd zijn dat iedereen zegt van oké, dat ga ik eens proberen. En dat kan ik ook. En ja, de vruchten daarvan staan op het nieuwe album. Nieuwe album. Wat is belangrijk voor een nieuw album? Dat het goed is. Ja, dat je er iets mee hebt ook. We hebben met de band, iedereen heeft zijn eigen ding met de stukken. En die vindt dat stuk mooier en die vindt dat stuk mooier. Maar voor het eerst dat de hele band zegt van we beginnen eigenlijk op een bepaalde manier alle stukken bij elkaar passen. En mooi, ondanks het feit dat ze muzikaal mijlenver soms uit elkaar liggen. Van prachtige, bijna symfonische vioolgestreken stukken. Vioolgestreken stukken. Tot rock'n'roll, tot ruige gitaarsolo's. En zo breed ben ik ook in mijn muzikale smaak. Dus dat mag je best terughoren op het album. Wanneer komt hij uit? 10 oktober. De Kijkdoos in Bennekom exposeert op de najaarstentoonstelling in Villa Erica werk van Corrie Bos en Thea Vigé. Corrie Bos schildert landschappen in de aquareltechniek. Een techniek die bij uitstek geschikt is om het snel wisselende licht en de sfeer weer te geven. Thea Vigé kiest in het geblazen glas voor verschillende technieken en een heel eigen schilderachtig palet. In het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom presenteren drie Bennekomse vrouwen samen een verrassende, veelzijdige collectie van mode en kunst. Tine Cupido maakt sieraden en zijden sjaals. Maya Schoenmaker ontwerpt fantasievolle hoeden, mutsen, petten en sjaals. En Gerard Kroeze maakt sculpturen in brons en steen. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging Oud-Lunteren toont het Historisch Museum Lunteren de expositie Lunteren uit de Kunst. Een groot aantal lokale kunstenaars heeft zich op verzoek van de vereniging bereid gevonden hun creativiteit aan te spreken. Het uiterst gevarieerde resultaat is tot 14 november in Museum Oud-Lunteren te zien. U heeft gekeken naar Mooi Zo. Het programma over kunst en cultuur in de gemeente Ede. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edetv.nl. Graag tot de volgende keer.